Ik laat je even wat dingen zien hoe je ermee omgaat. Hij heet een innate fluit, of innato, noem hem ook wel. Hij bestaat uit drie fluiten. Twee fluiten aan de achterkant, eentje aan de voorkant. De twee achterste fluiten hebben in principe dezelfde grondtoon. En heeft een aantal gaten. De rechter, voor jou links, maar andersom. Okay, deze kant heeft twee gaten. Deze heeft ook twee gaten. In feite heb je dit effect. Dus met de rechterhand bedien je deze twee. Aan de voor- en de achterkant. En eentje aan de bovenkant. Dan heb je aan deze kant ook een gat. Maar dat doet even niet mee. Zie je, aan die kant zit ook een gat. Dus eigenlijk is dit de grondtoon. Deze fluit geeft de grondtoon. En de andere twee fluiten kun je ongeacht, met de vier gaten die er over zijn, kun je ongeacht hoe je vingers beweegt, heb je een harmonie. Kijk maar. Dan vraag je, waar is dat andere gat dan voor? Nou, dat zal ik je uitleggen. Mensen, als ze luisteren, vinden het toch fijn om een soort van cadans te hebben. En die cadans kun je bereiken door de grondtoon bijvoorbeeld te veranderen. Je gaat naar een ander akkoord, zeg maar. Nou, daar is dat gaatje voor. Dat noemen we another world. Dus deze, bij deze zakt die van de C naar de bes. Luister maar. Ik speel een noot of vier en dan verander ik. Maken. Nou, iets over het blazen op zich. Je blaast drie fluiten aan. De fluit is zo gemaakt dat hij zo weinig mogelijk lucht gebruikt, maar het is toch wel lucht. Dus ga nou niet helemaal tot het einde van je adem, maar speel een noot of vier of vijf, of waar je je prettig bij voelt, of zodat het past in de cadans die je speelt. En haal een adem, neem gewoon pauze en begin met spelen. We hebben geen haast. Dus... om die wisseling te maken van de cadans. Hoe hard blaas je eigenlijk? Ik zal het je laten horen als ik heel zacht blaas. Of te hard. Probeer een gelijkmatige ademhaling te maken. Met een kracht waarbij alle fluiten mooi klinken. Het is een lichte fluit. Je kunt hem makkelijk in de hand houden of op iemands hoofd zetten. Je kunt ook op de bank gaan liggen met een kussentje hier en lekker ontspannen spelen. Ik ben ermee bezig. Dit is een stokje. Stel je voor, je speelt aan tafel. Dan kun je deze op tafel zetten. Dan kun je hem zo spelen. En als je concert wil geven, je weet maar nooit, dan heb je ook bijvoorbeeld een fotostok. Een fotopop noemen ze dat. En daar kun je hem bovenop zetten. Dat kan ook. Dit videootje komt naar jou toe en ik wens je heel veel plezier met je nieuwe instrument. Dankjewel.